We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond, overwegend in het binnenland, zijn er nog perioden met buien, soms ook een onweersbui. In de nacht is er een enkele regenbui mogelijk. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel of mist in enkele gebieden. Morgenochtend worden er enkele regenbuien verwacht. Gedurende de middag en begin van de avond zijn er lokaal perioden met buien, soms met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 25 november het lokaal winderig is, mogelijk met een windstoot. Een matige onweersbui is mogelijk, vooral in het binnenland.